Goedemorgen vissers. Nou, we zijn aan het vissen voor de Matrix Challenge. En jullie hebben zojuist hele mooie beelden gezien hier van de IJssel. We zijn het aan het proberen, maar de vis werkt nog niet al te best mee. Ik krijg eigenlijk helemaal geen beet, eerlijk gezegd. We gaan dus verkassen. We gaan naar de grootste havenstad van Europa. We gaan naar Rotterdam toe. Zie jullie daar. Nou, we zijn nu op dezelfde dag naar Rotterdam gegaan. We zaten vanochtend om 7:30 op de stek aan de IJssel. Zowel Hugo als ik zijn om 6:00 vertrokken vanochtend. Dus het wordt weer een bloedlange dag. Maar we gaan havenvissen. De vis op de IJssel die deed het niet. En ja, op het moment dat u naar deze video kijkt is het waarschijnlijk al midden in de winter. Nou, dan is de havenvisserij heel erg populair. En wij slaan een beetje door. We gaan weer meteen in het extreme. We zitten hier op de diepste haven van Nederland en de grootste haven van Europa, Rotterdam. We gaan proberen om hier vis te vangen. Maar, oh jee. Er zit wel een challenge aan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het is niet voor niks de Matrix Challenge. Nee. Allereerst wordt je challenge sowieso wel een beetje door mij bepaald. En dat is namelijk dat elke 3 vissen die je vangt, ga ik iets veranderen aan je setup. En dat kan zijn je aas, je voer, je hengel. Whatever. Elke 3 vissen ga ik hier staan. Elke 3 vissen. Ja. Nou ja. En? Ik wil dat je minimaal 5 vissen ook nog op een boilie hier vangt. 5 vissen op een boilie. Oké, nou we hebben vanochtend geen beet gehad. En nu hebben we het al over om de 3 vissen veranderen. We gaan het meemaken, Hugo. Ik ga het met een 32 mm boilie vissen hier. Dan krijg ik sowieso geen beet. Dan vang ik nog een karper hier op de Rotterdamse haven. Dat zou cool zijn. Ja, maar je hebt je waterpak bij je, jongen. Je kan er wel binnen. We kijken hier echt, ik denk, 4 meter de afgrond in. En ik heb hier natuurlijk wel eens een keer eerder gevist. En er staat zo'n beetje, ja, het ligt aan het getijden, maar tussen de 7 en 8,5 meter water. Hier is tijl onder de kant. Dus het wordt een hele aparte visserij, zeker met de vierde. Maar dat wil. Daar ben ik van overtuigd. Nou, we hebben geen minuut gevist. En de eerste minuut gaat al beter dan 2 uur lang op de IJssel vanochtend. Een hele mooie voorn. Hoppa. First blood, zei Richard in de vorige video. Dat geldt ook voor deze. De eerste vis is binnen. Een mooie havenvoorn. Gevangen op 8 meter diep. Nou, ziet er goed uit. Mistakes lovers too young to plan yet. Control emotions, no, there's no calm. Maar dat gaat straks gewoon door, hoor. Quince. Ja, dit is vis nummer 3. Ik was er al bang voor. En een platte, dat was ook een beetje de bedoeling. Quint, dit is vis nummer 3. en wat denk ik wel een leuke challenge is, draai je slinger van je molen maar om. Ja, als dat wil. Hij zit behoorlijk vast hier van mij. Dan ga jij meemaken hoe goed dat werkt, jongen. Ik ben altijd een beetje bang dat ik die hengel laat vallen, want dan ben je hem hier echt kwijt. De molen die ziet er ook niet uit met al dat voer erop. Ja, dat is ook een beetje een werkpaard, hè.
Nou, fantastisch. Gelukkig hoef ik niet met links in te gooien, want dat gaat helemaal niet werken bij mij. Of is dat uitdaging nummer 2? Ja. Kijk, wat ik nou lekker ga doen van Gelder. Eigenlijk is dat helemaal niet zo'n raar idee van jou, dit. Ja, zo tegen je gevoel in, joh, dit. Ik zie hem lachen, joh. Nou, dit is toch niks, man. Dan moet ik ze ook nog 3 vissen vangen, zeker. Best wel een dikke vorm. Kun je niet gewoon met die andere hand te draaien in plaats van dat je hem zomaar zo houdt? Maar ik heb anders wat, ik heb mijn haak in mijn vinger. Ja, hij is eruit. Nee, zit er nog wel aan. Ik heb ook helemaal geen gevoel erover meer. Ik wou net zeggen. Hele mooie vorm weer. Yes! Maar ja, je hebt net best wel even vals gespeeld eigenlijk. Nee toch? Dus, dat doe ik nooit, man. Je mag nu zeg maar de slinger aan dezelfde kant laten zitten, maar dan gewoon je hengel normaal beet houden. Kijk, hij... hij maakt het gewoon lastig, hè, voor die Quint. Is goed, jongen. Wat jij wil, ik zal jou laten zien dat me dat niks uitmaakt. Het gaat zelfs nog harder dan. Klinkt ook alsof het je niks uitmaakt. Nee, nee. Ik ben al lang blij dat ik vis vang. Ja. Nou, de stek die komt lekker aan de loop zo, op deze manier. En dat is een winde of een roofblij. Volgens mij een roofblijtje. Best wel een eind naar beneden hier. Er zwemt hier echt van alles hier zo. Je vangt roofblijen. Vorige keer had ik een blauwe neus of een sneep, ik weet het nog niet eens zeker. En dit, ja, dit is een winde. Voorn, platters. Er zwemt echt van alles rond hier. Het water is natuurlijk ook een beetje brak, denk ik. Nou, je vist hier eigenlijk niet met een vierde steun. Maar je hebt gewoon je hengel naar beneden toe, richting het water. En er ligt een ijzeren rand hier op de kade. En daar beweeg ik eigenlijk mooi, heel voorzichtig, mijn hengel op. Ik trek hem langzaam iets aan, daar reageert de vis heel erg goed op. Zeker als je met een klein piertje vist. Dan worden die aanbeten net wat agressiever. En dan ben je op zo'n stek als hier ook in staat om toch wel met redelijk lomp materiaal. Ik zit natuurlijk met een 4 meter vierderhengel. Maar op deze manier ben je in staat om toch goed vis te vangen. Een klein tikje bewegen. En ik heb dan het foam om die hengel gedaan om, ja, om beschadigingen te voorkomen. Het glijdt wat makkelijker. De vissen die azen best wel voorzichtig. En als je wat piertjes brengt, dan zijn die beter iets agressiever. Maar het nadeel van pieren is ook, je verzadigt heel gauw. Dus je moet ook niet te veel brengen. En ik heb de indruk dat het al een beetje aan de orde is. Kijk, er was weer zo'n aanbeet. Klein beetje aan. Aantrekken en dan knalt er een op. Alleen deze mis ik volgens mij. Ik heb het lekker aan de loop zo aan, eigenlijk. Dus bolly tijd is aangebroken. Ja. Nou, ik vang er nog eentje. En dan gaan we kijken of 5 vissen was het, hè? 5 vissen met de bolly. Yep. Ja, dat wordt wel lastig, want de vissen zijn niet heel erg groot. Maar ik heb nog wel een mooi trucje. Dat gaan we zo even bekijken.
Deze die hebben de bek vol met kaarsjes en met pieren. En volgens ons is dit een hybride, een kruising tussen een roofblij en een winde. Een zwarte staart, toch een bek een beetje van een winde. Oh, die heeft rode borstvinnen. Ja, daar zwemt hier echt van alles rond. Dat maakt het wel mooi. Nou, ik ga nu met de boilie vissen. Ik ga dus proberen eerst met een pop-up boilie. Ik heb de pop-up, dat is een ronde boilie, die heb ik op de hair gedaan. Vervolgens knip ik hem aan de buitenkant af, zodat het volume van de boilie afneemt. Dat hij wat makkelijker op te pakken is voor die kleine bekjes, want we vangen niet echt grote vissen. Ik balanceer de pop-up 5 centimeter boven de bodem met een stukje kneedbaar lood dat ik op een connector heb geplaatst. De connector is eigenlijk de verbinding tussen het soepele gedeelte en het stugge gedeelte van de onderlijn. Het soepele gedeelte dat is 10/100ste submerge wat ik normaal gesproken op de molens heb. Maar omdat het heel soepel is, is het ook heel bewegelijk. Krijgt die haak meer vrijheid om goed vlees te pakken. En ja, hier gaan we mee starten en wellicht dat ik hem in het verloop van de sessie nog moet fine-tunen. Nou, de eerste vis op de boilie komt er aan. Hij is nog niet binnen. Maar dat is best wel een taaie visserij. Ik heb op het Noordereiland, hier ook in Rotterdam, op de stroming met de boilie gevist. En het ging van een leien dakje. Maar hier kun je echt merken dat die vissen absoluut geen boilies gewend zijn. Nou, ik vis de laatste tijd met heel veel plezier met de Horizon XD 4 meter. Dit is de 100 gram uitvoering. Deze heb ik vanochtend ook gebruikt op de IJssel. Dus deze en de 130 gram. Ik vind het echt een fantastische hengel om mee te vissen. En niet alleen hier, maar voornamelijk ook op de IJssel en op de rivieren. En het fijne aan deze hengel vind ik gewoon, hij zet een zware voerkorf weg. Maar je hebt ontzettend goed gevoel over de vis. De bewegingen van de vis die slaan niet dood in de hengel. Je hebt gewoon die controle over die vis. Je voelt wat. En je hebt ook veel vierde stokken die gewoon echt zwaar zijn. Daarmee heb je gewoon niet dat gevoel over die vis. En met deze hengel wel. Het is echt een stukje vakwerk hoe ze deze hengel hebben gebouwd. Meen ik serieus. Vis nummer 4 op de boilie. Toch iets groter dan verwacht. Netje er maar bij. En dat houdt ook in dat ik eigenlijk nog maar één vis hoef. En dan haal ik die challenge een keer. Die grappen die Hugo elke keer bedenkt. Maar het gaat gebeuren vandaag. Ik voel het, Hugo. Ik ga gewoon die challenge eindelijk een keer halen. Hij is er ook al af. Nou, op de boilie. Niet de allergrootste vorms. Nog eentje, Hugo. Hij hangt eraan. Hij hangt eraan. Hij hangt eraan. Echt. Dat is echt mooi. Nou, een goede vis ook, Hugo. Tenminste, hè. Moet hem wel nog binnen krijgen, hè. Hij is nog lang niet binnen. Nou, het is maar gewoon een voorn. Ik schep hem ook. Ik neem geen risico meer. Oh, wat een eind naar beneden, jongens, dit. Daar komt hij. Yes. Van Gelder, jongen. Jij betaalt vanavond het eten, de drank en alles wat daarna nog gebeurt. De challenge is voltooid. Graag gedaan, jongen. Ik was wel heel misschien een klein beetje vergeten dat ik tussendoor allemaal dingen moest veranderen aan je setup. Oh ja, dat zou je nog doen inderdaad, ja.
Maar ik heb het je aan het begin wel moeilijk gemaakt. En ja, ik denk dat je nu ook wel heel netjes hebt gewist. Dacht ik. Dus van harte, Erwin. Thank you. Sluit het jaar goed af. Ja, hartstikke mooi toch? Mooi avontuur weer vandaag. Begonnen op de IJssel. In een prachtig decor met de ochtendnevel. En dan hier zo eindigen in de haven van Rotterdam. 8,5 meter waterdiepte. En daar met de vierde hengel op een bizarre manier toch nog heel leuk vis vangen. Mooi. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze challenge. Deze heb ik uiteindelijk wel gehaald. Ik heb met heel veel plezier samen met Hugo aan de challenge mogen werken dit seizoen. We zijn de eerste keer met de challenge naar het Zuidlaardermeer geweest. Het grote water, daar heb ik wadend gevist op brasem. Daar ving ik als klap op de vuurpijl ook nog eens een hele mooie karper. Nou, dat was voor mij echt een heel mooi moment om op zo'n groot water een mooie karper te vangen aan lichtmateriaal, aan mijn lichte feederhengeltje. Daarna zijn Hugo en ik gaan wezen vissen op een diepe zandafgraving. Dat lukte ook. Ook daar een hele mooie karper. Dat was ook weer de kers op de taart. En vandaag zitten we dus op de IJssel en ja, zijn we verkast naar Rotterdam. Nou, wat ik net ook al zei, we hebben met heel veel plezier deze video's gemaakt. En ik hoop jullie volgend jaar weer te zien. Ik wens jullie hele fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling. En graag tot volgend jaar. Vang ze. Zo, degenen die mij goed kennen, die weten dat ik altijd een lekkere pannenkoek meeneem naar de waterkant. Zo, een beetje extra eiwit erbij. Zo. Heerlijk jongens, dit. Zo, extra eiwit erin. Heerlijk die kaasjes. Dus.